bent u weer bij Ron Reijzen. Hartelijk welkom. En vandaag alweer de laatste dag dat ik met Twan van Peperstraten aan deze tafel zit. Ook een eer voor jou. Voor mij? Ja. Ja. Nee, dat is heel bijzonder. Nee, maar ik vind het wel hartstikke leuk, Twan. Ja. Om met jou hier aan tafel te zitten. En te praten over een aantal leuke steden. Hè. Daar had je leuke verhalen over. We zijn gisteren wezen wintersporten. Maar vandaag doen we toch nog even een stad. En dat is eigenlijk om de hoek. Je kan er tegenwoordig ook met de trein heen. Ja. Londen. Ja. Ja, het enige is, als je erheen vliegt, dan ben je wel eigenlijk aangewezen op KLM of British Airways. Je kunt niet met bijvoorbeeld Transavia erheen. Of je komt uit echt wel de steden buiten Londen. Maar dan moet je nog een hele eind reizen. Ja. Ja, en vergis je niet, de afstanden in Londen die kunnen nogal behoorlijk zijn. Ja. Maar Londen is ook een stad, die zo groot is. Als je denkt dat Amsterdam of Rotterdam groot is, dan kom je in Londen. Jij kent het goed, hè? Je bent er veel geweest. Ja, ik ben er bijvoorbeeld ook geweest in 2012, toen de Olympische Spelen er waren. Toen ben ik een aantal weken geweest. En ik vind het zo leuk dat je hoeft soms, je pakt ook steeds de underground. Je zit er maar even in. Hè? Dat systeem daar is fantastisch. En je stapt uit en je bent weer in zo'n andere omgeving. En dat gaat daar zo snel. Dus het valt me op dat je heel enthousiast over Londen praat. Is het jouw tweede stad, zou je dat kunnen zeggen? Wel op korte afstand. Ja. Ik vind in Amerika nog wel een paar steden echt helemaal leuk. Hè, waar we het eerder in de week over hebben gehad. Ja. Over Los Angeles of New York. Maar ik moet zeggen, wel, Londen is wel een stad waar ik op een gegeven moment wel heel vaak heen ben geweest. Ik heb natuurlijk ook tijdenlang was ik voor het Champions League voetbal. Ging ik ook vaak naar de stadions daar. Nou ja, je hebt daar tal van clubs die er spelen. Hè. Tottenham, Chelsea, Arsenal spelen allemaal daar. Nou ja, bijna de helft van de Premier League. Dus dat is al geweldig. Nou ja, heel veel mensen gaan vanuit Nederland een keer een tripje maken om even zo'n voetbalwedstrijd te bezoeken. Sommigen gaan erheen voor de musicals. Nou ja, ik vind het alleen al geweldig om in het verleden toen ik veel harder liep om bijvoorbeeld door Green Park te gaan lopen. En gewoon even een stukje hardlopen daar door Londen. Nou, bij Londen kun je denk ik wel, als je daar even iets beter zoekt, kun je echt wel een heel groot verschil vinden tussen de prijzen van hotels. Dus je hebt daar als je iets buiten het centrum gaat zitten. Maar zelfs ook wel in Londen zelf. In de city? Ja, de luxe zal iets anders zijn, maar het is betaalbaar. En wat Londen, laten we eerlijk zijn, door de pond is ook een vrij dure stad. Ja, net als Amerika op dit moment natuurlijk. Dus daar moet je dan wel even naar zoeken. Maar Londen is ook een stad waar je fantastisch kunt wandelen. En dan kom je ook uit van de ene wijk, loop je naar de andere. En vind je sowieso niet dat het eigenlijk, ik wel tenminste, in een stad heel erg leuk is om te wandelen. Dat je veel meer ziet. Ja, absoluut. Wij nemen ook wel eens zo'n bus bijvoorbeeld. Ik heb het ook eens een keer gedaan met de kids. Dat klinkt heel kinderachtig, maar toch met zo'n bus. Hè, eerst door zo'n stad en daarna lopen. Ja. En Londen is natuurlijk een stad die heeft zoveel bezienswaardigheden. Hè. Ja. Als je, wat wij in Nederland allemaal al meekrijgen van al die mooie punten in Londen. Nou, als je die allemaal in het echt wil zien inderdaad, nou met zo'n bus, heb je dat heel mooi in vogelvlucht kunnen doen dan. Maar het is inderdaad ook geweldig. Ik bedoel, als je alleen al bij Covent Garden, bij de musicals gaat lopen, je komt via Leicester Square en je loopt naar Piccadilly en uiteindelijk kun je dan richting de Thames lopen. En nou ja, dan ga je daar de Big Ben zien, de Thames steek je over en je loopt langs het Millennium Rad en je loopt weer door en je komt via de London Bridge. Het zijn allemaal dingen die goed te belopen zijn. Ja, mooie, prachtige musea zitten daar ook. Ja, absoluut. Tate Modern bijvoorbeeld. Ja. Dus het is eigenlijk wel een stad voor velen wat wils. Ja. En ik ben er ook nog eens een keer met mijn ouders geweest. Ik dacht al wanneer komen je familie. Ze komen weer even te spreken. Ja. Ik ben ook met mijn kids nog een keer geweest. Ja, je bent kort geleden met je zoon geweest. Naar een première. Ik ben, was je daarvoor uitgenodigd? Ik ben een ontzettende Queen-fan. Dat is een beetje overgeslagen naar mijn zoon. En toen hij zo enthousiast was en mij iedere keer de trailer stuurde van de film Bohemian Rhapsody. Ja, die is net uit. Hè? Ja, toen heb ik tegen hem gezegd van dan gaan wij naar de wereldpremière. Ga ik in ieder geval proberen. En via contacten uiteindelijk ben ik daar terecht gekomen. Dat is gelukt. Ja, het is uiteindelijk gelukt. En het was fantastisch. En de hele ervaring om daar te zijn. Ja. En daar de hoofdrolspelers waren. Maar ook dus de leden van Queen die het mede geproduceerd hebben. Dus het was hij vond het fantastisch. Hij heeft zijn ogen uitgekeken. En ook de plek waar het allemaal gebeurde was heel mooi. Dat was de Wembley Arena. Dat is eigenlijk naast het Wembley Stadion heb je daar nog een groot theater. Nou, daar werd hij vertoond. Daar worden ook wel concerten gegeven volgens mij. Hè? Ja. En wij hadden een mooi uitzicht op de, niet rode, maar in dit geval paarse loper. En dat was een beleving op zich. Maar het was inderdaad een heel kort tripje met mijn zoon. En in de herfstvakantie. En ja,
dan ben ik heel blij dat ik hem weer iets kan meegeven. En dat zijn inderdaad herinneringen. Hij zal over 10, 20 jaar daar nog wel een keer op terugkomen. Ja. En dat vind ik wel leuk. En dat vind ik sowieso met reizen, met indrukken die je maakt. En, nou ja, en zeker omdat ik die stad inmiddels best goed ken, wil je dat ook een beetje meegeven, overgeven wat, aan... Wat is voor jou de highlight in Londen? Wat moet je zien? Nou, ik heb het een beetje. Ik weet dat het ontzettend toeristisch is. Maar ik ben al die jaren, al die keren dat ik in Londen ben geweest, denk ik, maar misschien op één of twee keer na, altijd even naar Covent Garden geweest. Oh ja? Ja, ik weet dat het heel toeristisch is, maar het is... Ik weet niet... Het is, dat heeft aantrekkingskracht op jou. Ja, ja. Er zitten ook een paar restaurantjes vlakbij, waar ik graag kom. En, waar ik, en voor mij, ja, het komt misschien ook een beetje dat ademt Londen uit. Dus als ik alleen al een paar uurtjes heb, dan vind ik het leuk om daar even eigenlijk soms wel eens de, nou ja, de wandeling te beginnen. Want daar zijn ook vaak van die straatartiesten bezig. En nou, ik vind dat altijd wel leuk om er even te zijn. Ben jij ook een musicalganger? Ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, want, ook niet gek vaak. Maar goed, sommige musicals wil je dan wel zien. Ik heb wel eens begrepen dat je daar ook echt op zoek moet naar kaarten. Hoe werkt dat daar? Nou, in New York is het bijvoorbeeld nog handiger. Ja. Daar kun je bijvoorbeeld in Hartje New York kun je daar dagtickets kopen. Is dat in Londen ook zo? In Londen is dat ook zo, ja. Dat is op Leicester Square. Mm. Daar is ook een loket. Daar kun je nog de dagtickets kopen voor de musicals die daar draaien. En het leuke is, de musicals die ik daar heb bezocht, zijn ook eigenlijk meer de muziekmusicals geweest dan echt de... We Will Rock You bijvoorbeeld, ja, dat is ook Queen natuurlijk. Ja, die heb ik daar gezien, want Michael Jackson, er was er eentje over Motown. Maar ik ben ook naar Sjaak in de Chocoladefabriek geweest daar. En, er zijn zoveel musicals, we hebben bijna geen weet van. Het draaien gewoon tussen de 50 en de 100 per dag. Ja. Oké, soms iets verder buiten het centrum. Maar echt dagtickets op Leicester Square is een loket waar je die dus voor, soms... De helft van de prijs. Ja, de helft van de prijs kunt krijgen. Want het is een kostbare aangelegenheid, hè, om naar een musical te gaan. Ja, ja, ja. Zoals, dat is echt een industrie daar. Eten en drinken is ook allemaal vrij prijs. Je moet dan wel een beetje op zoek gaan. Maar zeker de moeite waard. Zijn er nog speciale wijken waar je lekker kan eten in Londen? Of kan dat eigenlijk overal wel? Ja, dat kan eigenlijk overal wel. Maar er zijn wel bepaalde wijken waar het wel heel leuk is om een beetje te shoppen. En daar even een koffietje tussendoor te doen. Of soms even gewoon een klein wijntje of zo. Je moet er een klein beetje naar op zoek gaan. Ik zit vaak zelf in de buurt van Earl's Court. Dat is een vrij gewone wijk. Maar dan moet je wel even een beetje rondomheen even gaan kijken. Het is vaak ook heel leuk om in de plaatselijke de pubs waar de Londenaren komen, om daar te zitten. Ja, ja. En hou er alleen rekening mee als je daar een biertje bestelt, dat je een schuimkraag krijgt van 3 mm. Ja, ja, daarom zijn de Engelsen hier ook altijd zo verontwaardigd in Amsterdam. Twee zo'n schuimkraag. Ja. Daar gaat mijn bier. Ja, dat is anders. Ja, ja, maar... Het is een stad waar je inderdaad even moet zoeken misschien naar de prijzen van hotels. Een stad waar je in ieder geval heel veel, wat je ook al zegt, kunt wandelen. Ja. En dan krijg je ontzettend veel mee van die stad. En het is een hele diverse stad. Hè. Het is natuurlijk ook een samensmelting van culturen, maar zeker ook van toeristen. Want het is echt... Is het nog te doen? Qua drukte bedoel je? Ja. Het is te doen. Maar het begint wel op sommige plekken heel druk te worden. Ja, dat is in veel steden natuurlijk, die populair zijn. Ja. Ja. Het voordeel wel van New York is dat, of sorry, van Londen, is dat je door het geweldige underground systeem kun je met openbaar vervoer gaan. Dan koop je even een oysterkaart, zoals dat heet. Nou, die kun je, noem het even een stripkaart. Een soort dagkaart heb je daar. Die je steeds kunt opwaarderen. Ja, ga je heel makkelijk van plek A naar B. En dat kost dan niet veel. Dus dat is eigenlijk weer relatief goedkoop. En waardoor je toch veel van de stad kunt zien in korte tijd. Maar ik vind het een stad die dingen heeft voor jong en oud. Dus tot slot, Twan, waar gaat de volgende reis naartoe? Ik ga in ieder geval weer met de wintersport weer naar Saalbach-Hinterklem. Met de hele familie. Ja, en voor de rest... Welke stad moet je per se zien? Ik heb niet steden die ik per se wil zien, maar ik heb nog wel een paar plekken waar ik nog graag wel een keer zou willen komen. Ik heb nog in ieder geval op mijn lijstje staan om nog een keer naar Japan te gaan. Mm-hmm. Om daar eens even een beetje rond te gaan kijken. Ik zou graag eens ooit een keer toch in Dubai willen komen. Ik wil toch eens even zien wat dat allemaal brengt.
En ik heb nog wel een paar Europese steden waar ik nog niet ben geweest. Of in ieder geval tekort ben geweest. Hier in Europa is ook nog heel veel moois te zien. Ja, dat vergeten absoluut, we soms absoluut, wel eens. Ja, ja. Twan, ik vond het ontzettend leuk om deze week met jou over de diverse steden te praten. We zijn in Londen geweest. We zijn in Amerika geweest. We zijn in Duitsland geweest. We zijn in de Alpen geweest. Graag. En vooral door we, hè? Wij samen zo. Ja, dat vind ik leuk. Ja, ja, want jij hebt me meegenomen in je verhalen, toch? Ja. Daarvoor dank. En wilt u het nog een keer terugkijken? Of wilt u meer weten over de plaatsen waar Twan allemaal geweest is? Kijk dan eens op Rondreizen. Het is er allemaal te vinden. Graag tot een andere keer.